Deze nieuwsuitzending is van de playlist Filosofie. En daarin heb ik besproken, terug in de tijd, als eerste Martin Heidegger, toen Friedrich Nietzsche, toen Arthur Schopenhauer en als laatste Immanuel Kant. Ik vind echt dat dat genoeg is. Je kan nog verder teruggaan in de tijd en dan kan je Thomas van Aquino gaan lezen en Sieger van Brabant en Plotinus. Ik vind Immanuel Kant, als je dat kan verstouwen, is toch thuis, hè? Verstouwen? Ja, dan ben je diep genoeg teruggegaan in de tijd. Maar nu wordt het iets heel anders. Want nu gaan we het ook hebben over filosofie, maar dan toegepaste filosofie. En we gaan de filosofie toepassen op de leer van Charles Darwin. Met opzet heb ik hier geen screencast van gemaakt, want dan zou ik verplicht zijn om de Wikipedia pagina van Charles Darwin erbij te halen, terwijl ik alles van Charles Darwin uit mijn hoofd weet, want zoveel is dat niet. Dus, ik heb hier een boek in huis van een meneer, een Hollandse man, en die heet Jordan. Dat is een boek uit het interbellum, dus dat, tussen de twee wereldoorlogen in, 1933 of zo. En die sabelt Darwin al helemaal af, want het slaat helemaal nergens op. Even het verhaal van Charles Darwin. Hij was dus een lid van de familie Darwin. En die mensen trouwden alleen maar, of hadden kinderen alleen maar, met de familie Wedgwood. En dat is dan W-E-D-G, en dan geen E erachter. En dan W-O-O-D, Wedgwood, van het servies. En mijn moeder, die wilde het. Ik heb gegeten van Wedgwood borden, ik heb thee gedronken uit Wedgwood kopjes. Ik ben medeschuldig. Natuurlijk. Ik ben ook geen pussy. Die Charles Darwin was een neefje van een meneer en die heet, kan je even opzoeken, Gould, iets met een G. Alan Watt van Cutting Through the Matrix, die kan je daar alles over vertellen. Alan Watt, zonder S, maar wel met dubbel T. Cutting, zoals je het zegt. Met een C, ja. Through, op zijn Engels, ja. Door, op zijn Engels, ja. Through, The Matrix. Dan kan je zo, dat is echt in-depth. Maar goed, zijn oom had dus dat boek geschreven over de oorsprong der soorten. The Origin of Species. Nou, daarin wordt een bespiegeling gehouden over vinken. Een vogeltje is dat. En de vinken op het ene eiland hadden van die doorgegroeide snaveltjes. Dus dat je zo'n snaveltje hebt met een puntje omhoog en een puntje omlaag. En dan had je waarschijnlijk ook rechtsdragende en linksdragende vinken, denk ik. Maar die snaveltjes waren doorgegroeid. Want die puntige snaveltjes, die waren heel handig om de nootjes te kraken. Want op dat eiland waren, ja, nootjes. En daar moesten die vinkjes van leven. Op het andere eiland waren veel meer zaden. Nou, daar heb je helemaal niks aan die puntige snaveltjes. Had je van die rechte snaveltjes. Kon je makkelijk pik-pik. En die familie Darwin, die wist dat dus al van tevoren. Dat is de grap. En Charles Darwin, dat neefje, die werd op een schip gestuurd. Van, ga maar lekker met een schip. En beweer maar dat je op de Galapagos-eilanden dat soort dingen hebt waargenomen. En kom maar weer terug. En dan maken we daar de evolutietheorie van.
dat is indrukwekkend geweest in de 19e eeuw. In de 20e eeuw waren mensen, met name mensen die bezig waren met biologisch materiaal, en ze hebben ze allemaal hele gekke dingen gedaan. Ze hebben kikkerdril, het is niet zo leuk om te vertellen, maar ze hebben kikkerdril genomen en een beetje lopen snijden. Dat is niet aardig. Dus moet je eigenlijk helemaal niet doen. Maar hebben ze wel gedaan. En hebben ze cellen verplaatst. En wat zij vervolgens ontdekten, was dat een kikker, ook al in het embryo dan, hè, als je daarin laat lopen voetelen, dan wordt het nog steeds een kikker. Echt bizar. Ze hebben cellen weggehaald vanuit de bil van een kikker. Dat is een heel klein kikkertje dan, hè? Met een microscoop, heel voorzichtig, heel scherp mesje. En dan hebben ze een oog, wat het oog zou moeten worden, op zijn bil gezet. En dat bilvlees op de plek gezet waar het oog zou moeten gaan komen van de kikker. En wat blijkt? Die kikker had gewoon twee ogen uiteindelijk, aan het einde van de rit. Die had gewoon twee ogen aan de voorkant. En dat oogmateriaal, dat embryonaal oogmateriaal, wat in de bil van de kikker werd gezet, dat werd gewoon kikkerbil. Gek, hè? En denk je ook eens in. Kijk, de verklaring van het leven, daar gaat het eigenlijk om. Hoe kan het nou dat ik, Perry Winkel, tegen jullie praat? En dat jullie denken dat je naar mij luistert? Waar komt dat vandaan? Het antwoord is, dat komt uit het niets. Dat zegt Charles Darwin ook, niet letterlijk in The Origin of Species, maar die hele club heeft zoiets van, ja, er was eerst niets, en toen kwam er een Big Bang, en toen hadden we allemaal, hoe noem je dat, van dat materie, zou ik maar zeggen, bolletjes, atomen, en dat ging klonteren, en dan kreeg je een zon en de aarde. En toen, wat gebeurde er nog meer? Je moet water hebben. Je moet ook niet de hele tijd onder water zitten, want dat kan ook niet. Je moet ook dus je moet droog hebben. Dat is een heel lang proces, of niet? En wat is dan de verklaring van Charles Darwin en zijn familie, met name zijn oom, voor dit geheel? Nou, wat lachen, joh. Het gaat als volgt. Het gaat om evolutie, hè? Dus dat heet de survival of the fittest. Dat is een tautologie trouwens, hè? Dat heet het overwinnen door de winnaar. Anders gezegd, als je niet overwonnen hebt, ben je geen winnaar. Ben je daarentegen een winnaar, dan heb je overwonnen. Dan heb je het overwinnen van de geschikste. Zo moet ik daar zeggen. De overwinnen van de geschikste, nou, dat is mooi. Nou, in het begin hadden we dus, voor de Big Bang, hadden we niks. Ja? Nou, dat niks van ons heeft gebankt. Ja? Big Bang. Ja. Daarom kennen we dat niks. Dat is ons niks. Want ons niks heeft gebigbankt. Al die andere niksen hebben niet gebigbankt. Survival of the niks. Wat moet een niks doen? Nou, die moet bangen. Ja. Dus ons niks heeft gebankt. Nou, dat is mooi. Maar volgens de theorie van Darwin zijn er nog heel veel niksen die gebankt kunnen hebben. En gebankt betekent trouwens zwanger maken op zijn Engels. Maar, Big Bang.
niet mijn woord. Ik hou helemaal niet van bang. Ik ben het überhaupt niet. Ja, behalve dan. Maar daar hebben we het niet over. Hè? Anders word ik nog gestenigd door jullie ongelovigen. Of gelovigen. Wat is het ergste eigenlijk? Ja, lekker hè, de Charles Darwin. Dus we hebben dus die verschillende Nixon. En die van ons, die heeft dus gebankt. Daarom zijn we er. Daarom is dat niks van ons helemaal goed. Maar er waren natuurlijk nog veel meer. Hè? Die hebben ook allemaal gebankt. En waarom zijn die er dan niet, al die andere Nixon? Nou, omdat ze niet gesurvived hebben natuurlijk. Want wat is met ons niks gebeurd? Hè? Ons niks heeft als eerste gebankt. En dan had je de Big Bang. En toen kwam dus de zon. Kijk, dat begreep ons niks. Hè? En al die andere niksen, die hebben dan wel gebankt. Maar die zijn vergeten om een zonnetje te maken. Hè? Schijnen zonnetje. Onder de mensen. Hey, dit is Charles Darwin, hè. Je moet niet denken dat ik een of andere stomme Jood ben. Hij wel. Hij was Joods. Maar stom was hij wel. Maar er zijn ook brille Joden. Die ken ik ook. Ik ben er zelf een. Zo noemden ze mij. Ik beschouwde dat altijd als een compliment. Nou goed, je hebt dus die Nixon. En die hebben dus allemaal gelopen bangen. En die van ons is dus doorgegaan voor de tweede ronde. Want die heeft een zon gemaakt. Ja, dat is leuk. Daar heb je helemaal niks aan. Wel, alleen met een zon kan je niet Perry Winkel horen spreken tegen wat voor een... Ja, hè? Tegen een hond kan ik zelfs praten. Vind ik. Ik heb laatst met een pitbull terrier. Dan moet je wel wat te doen hebben. Maar met zo'n pitbull terrier is het gewoon. Ander voet. Zo was in mijn handen, man. Maar hoe ver kom je dus, hè? Zo ver. Dus we moeten dus nog een heel eind. Want we hebben dus al die niksen gehad. En de meeste niksen die deden gewoon helemaal niks. Die gingen niet big bangen. Dus goed, Charles Darwin is zo grappig. Hè? Dat is al een leuk sprookje voor een slapen gaan. Dus ja, had je al die niksen. En de meesten die bangden niet. En dan had je ons niks en die bangden wel. Maar er waren nog andere niks en die bangden ook. En ons niks heeft dus ook nog een zon. Eventjes een zon gebankt, moet je dan zeggen. Dus ons niks maakte een bang en dat maakte een zon. Zo moet je beginnen, ja. Nou, en die andere, die mededingers, die competitors, de concurrenten, al die andere Nixon, hadden dat misschien ook nog voor elkaar gekregen. Maar die van ons, die ging een stapje verder. En die snapte van, ja, je kan wel een zon hebben, maar wie zit er in de zon? En wat voor zin heeft het om de zon te laten schijnen op zo'n steenklomp zoals Mars? Wat moet je daar met een zon? Woont daar iemand? Of is dat meer zo van à la Star Trek, la Dr. Q of zo? Want ik ben Gods geest en ik zweef over het strand van Mars waar, of Venus, waar geen water is. Ja. Maar goed, ons niks. Hè? Onze Lucky niks. Die was zo slim om een aarde te scheppen. Ja, dat hebben natuurlijk een aantal andere Nixon ook gedaan. Ja, dat doen we ook hoor, want het is één grote competitie. En we maken gewoon een aarde, want anders overleven we niet. Dus, wat hebben we dus op een rijtje staan? Dus voordat er leven kan ontstaan, moet je wel een aantal mazzeltjes hebben. Want hoeveel Nixon hebben niet eens gebigbanged? En hoeveel Nixon hebben het wel niet eens voor elkaar gekregen om een zon te creëren? En hoeveel Nixon zijn er wel niet geweest die toen ze de zon gecreëerd hadden, dachten van nou zijn we er. Ja, dan ben je er dus helemaal niet. Je moet een niks hebben wat de hele meuk maakt, inclusief de aarde. Oh ja, en een maan AUB. Gewoon voor de gein. En dan eentje die een zonsverduistering kan maken. Die precies in het ritme loopt. Van 4 weken.
Helpt ook. Nou goed, dan heb je dus al het voorbereidende werk is klaar. Dus, en ons niks had het dus goed voor elkaar. En dan komt dus de soepzooi. Hè? Want er moet soepzooi zijn. Oersoep heet dat. Dat is op zijn Darwin's. Dat is allemaal Charles Darwin. Ik zeg niet dat ik dat zeg. Ik vind het een ongelooflijk lang en ingewikkeld verhaal. Doe mij maar Genesis 1 tot en met vers 7. En de rest die gaat erin als een gebed in een ouderling. Meneer Darwin, zijn familie, de theorie, het verhaal, wat weerlegd is, wat niet waar kan zijn. Dat zegt dan van ja, je hebt dus dat niks van ons. Het wordt echt heel leuk. Want er waren natuurlijk nog andere niksen die ook in de gaten hadden van ja, alleen een zon is niet genoeg, er moet een aarde omheen. En er waren ook nog niks. En ja, er moet een maan. Ja, het water moet gescheiden worden van de droogte. En dan gebruiken we die maan voor, want daar hebben we getijden. En ja, die waren ook net zo slim. Ja. Nou, dan krijg je een oersop. Dan heb je nog steeds alleen maar allemaal materie. Je hebt een zon. Je hebt een aarde. Maar ik zeg dat je daarbij ook nog een aantal planeten nodig hebt. Waarom precies weet ik ook niet, maar ik denk wel dat het nodig is, ja. Nou, die anderen niks hadden dat ook. Die hadden alles goed voor elkaar. En dan? En dan? We hebben het alleen maar gehad over doden. Materie. Dus je hebt allemaal materie. Dus, ja, het is allemaal leuk. Ja, er schijnt een zonnetje. Breng een zonnetje onder de mensen. Dat is mooi gelukt. Ja, en dan? Ja, Darwin zegt, ja kijk, je hebt van die niksen. En die snappen wel dat als je geen planten hebt. En geen dieren hebt. En, oh ja, je moet ook de dag en nacht moet je nog hebben. Dat wist Darwin allemaal. Hè? Ja, die niksen die dat niet kunnen. Ja, die sterven uit. Hè? Je moet die niksen hebben die overleven. Nou, ons niks heeft weten te overleven. Nou, onze geschiedenis al 6000 jaar. Dat is ons niks. Ja, dan heb je dus dat verschil tussen dag en nacht. Daar heb je planten nodig. Dan moeten de dieren komen. Het moet aangenaam zijn voor ons. Toch? Dat blijkt uit de theorie van Darwin. Darwin zegt, ja, het was eerst oersoep. En toen kwamen er allemaal planten. En toen kwamen er allemaal dieren. En dat was omdat ons niks wist dat als die geen planten en dieren zou veroorzaken, ja, dan had hij nooit kunnen overleven. Ja, oké. Okay. Dus dan volg ik Charles Darwin nog. Dus het feit dat er uit anorganisch materiaal, dus niet per se koolstof, maar gewoon allerlei meuk, waaronder koolstof, daaruit ontstaat leven, omdat het niks wat dat niet doet, overleeft niet. Man, dat wordt een goede overdarming. Nou, dan krijgen we de volgende stap. In de Bijbel, Genesis 1, en dan vers, huppeltje, pup. Je moet gewoon heel Genesis 1 in één keer lezen, niet zeiken. Op de zesde dag kwam de mens. Dus, nou, waarom kwam de mens? Nou, volgens Darwin kwam de mens omdat een niets wat niet in staat is om te big bangen. En vervolgens, en als het wel in staat is om, ja, je moet zeggen,
Een niets wat niet in staat is om, dubbele punt, opsomming, te big bangen, een zon te voortbrengen, een aarde te maken, inclusief planeten, een oersoep te creëren, planten laten groeien, dieren te laten springen, lopen, huppelen, kruipen. Zo een niets kan niet winnen, kan niet overleven. De voorwaarde voor het overleven van het niets is dat je dus pom, 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 pom. En als laatste natuurlijk op de zesde dag de mens maken. Een nietsen die niet in staat zijn om te big bangen, een zon te creëren, een aarde erbij, planeten erbij, planten, dieren, frisse lucht, zeespiegelverhoging en verlaging, eb en vloed. Als je dat niet eens kan, ben je af. Als je dan geen mensen weet te creëren, ben je als niets ook af. Dit is de theorie van Charles Darwin op de grote schaal, waarvan zij en waarvan zijn familie beweert dat ze alles besproken hebben. Want het begin van alles is het niets. Het kan taalkundig niet anders. En Charles Darwin en zijn familie houden ons voor de gek. En op een of andere vreemde manier wordt deze belachelijke theorie van, joh, ik heb vinken bestudeerd en ik weet dat het zo is. Als je extreem Darwinisme toepast, zoals ik net zei, want er zijn oneindig veel vormen van niets. En de enige vorm van niets die zich weet te manifesteren, is het niets wat wij zien. En je kan net zo goed je Bijbel lezen. Daar staat het ook in. En niets is God. God weegt niks. De afmeting van God is niets. God ruikt naar niets. God ken jij niet. Beter van niet. Want je kan hem wel leren kennen, maar dat is niet het beste idee. Daarom ben ik ook zo ontzettend blij met het christendom. Wat duidelijk prediceert, wat duidelijk predikt. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Voor de rest mag je het niet doen, niet verstandig. Ga niet die gekke kant op van Charles Darwin en zijn familie. Eikels. Voor al die andere vrijmetselaars. Hoe heten die mensen eigenlijk? Dat zijn dan eugenetici. Dat klopt ook niet. Hè? Het is erg belangrijk om in het kader van Charles Darwin erachteraan te mappen. En jouw DNA, dat kan veranderd worden. Het heet DNA-therapie. Dus dat geven ze zelf toe. Ze kunnen jouw DNA veranderen. Jij ook. Ik zal het je uitleggen. Heel eenvoudig. Stel. Er is een snackbar. En daar verkopen ze A, B, C, D, E.
En dan kom je binnen. En dan vraag je om een Lihan-boutje. Zo. Met pittige... met een pittige, goede... Zoals die Indo's. Of ja, Indo's moet je zeggen. Die Indo's dat ons geleerd hebben. En dan zegt zo'n man van... Ja, ik heb geen Lihan-boutje met pittige... Ja, en dan moet je de volgende dag weer terugkomen. En dan moet je gewoon vragen... Heb je het al? Als je maar lang genoeg doorsurt en je schakelt wat vrienden in die ook allemaal gaan vragen om een Lihan-boutje met die pittige Indo-pindasaus, dan gaat die snack maar uiteindelijk overstag. En dan krijg je gewoon je Lihan-boutje met je pittige pindasaus. En je vrienden ook. In de werkelijkheid, naar je DNA, zo werkt dat ook. Waar jij je DNA op aanspreekt, juist dat zal zich ontwikkelen. Want dan voelt je DNA zich aangesproken en denkt, hé, oh, ik mag ook meedoen. En je DNA is niet bepalend, je DNA wordt bepaald. Dat is een mooi liedje van Mama's Baby, Papa's Maybe. De baby is van mama en van papa misschien. Een promiscue toestand. Jij als vader, en dat kan ook zijn dat je dat je gewoon een vrouw bent, maar dat je het evangelie van Thomas begrijpt en dan ben je een man geworden. Dus dan ben je een vader van je kind. Dan breng je, dan programmeer je het DNA van je kind. Mijn kind bijvoorbeeld, dat is als was in mijn handen. Ze neemt haar telefoon nooit op, maar ze heeft er altijd een geldig excuus voor. De oplader is weer eens zoek. Ze heeft een tijdje een stabiele vriend gehad. En dat is helaas uit, want die jongen die kon ik altijd bellen. En die nam gewoon zijn phone op. En dan vroeg ik, waar zitten jullie? Ja, zei hij, in Amsterdam. Ik zei, oh, dat is mooi. Dus ik hoef geen eten te koken vanavond. En dat was een dinsdag. Ik was klaar om eten te koken. En ik wilde weten waar ze uithing. Oké, ze zat in Amsterdam. Ja, mooi zo. En voor de rest is zij mijn kind. Als ik haar leeftijd was geweest, had ik dat ook gedaan. Fuck the parents. Ik heb mijn overchipkaart bij elkaar verdiend in de supermarkt. Ik zit in Amsterdam. Ze ziet er ook heel goed uit. Dus je DNA, dat is ondergeschikt aan jouw waarneming. Een ander voorbeeld is een bibliotheek. Zie je DNA maar als een bibliotheek. Hè? Welk boek haal je eruit? Je gaat naar een bibliotheek toe en er staat van alles. Hè? Welk boek pak je? Wat gebruik je van je DNA? En als je maar lang genoeg de mooie boeken uit de bibliotheek blijft halen, en je vrienden ook, dan vibreert dat mee en verandert je DNA. Want alles wat je geen aandacht geeft, dat sterft af. Je eigen DNA-controle, daar gaat het om. Niet boos zijn. Geen boze boeken uit de bibliotheek halen en zeggen, ja, en deze is ook boos en dat kan niet. Dan krijg je alleen maar meer boosheid in je.
Of anders gezegd, dan noemen we het echt vet hoor, maar als je kankert, dan kan dat komen omdat je kanker hebt. Constateer je van jezelf dat je veel kankert, dan heb je waarschijnlijk kanker. En waarom zou je kankeren? Waarom zou je niet gewoon medelijden hebben met je? Puntje, puntje, puntje. En het grote werk gaan doen. En dan evolueren wij. Dan stijgen wij uit boven onszelf. Want God existeert niet en wij wel. Dat is precies de bedoeling. Ik heb hier in huis een rattenkooi gehad. En ik heb altijd gezorgd dat die ratten in die kooi, totdat ik het tijd vond dat ze eruit mochten. En daar werd een puinhoop, jongen. Maar goed. Het was voor mijn kind. Maar ik was nooit in de rattenkooi. Dat kan ook helemaal niet. Ik pas daar niet in. Ik was de rattenkooi. En een van die ratjes, die had het prima in de gaten. Die was ook totaal niet bang voor mij. Die at uit mijn hand. Dat is de werkelijkheid. En die evolutie, dat wordt nog een heel ding. Want Arthur Schopenhauer zei het al. In die mooie frase. Het allerergste komt nog. En dat is waar. Wij evolueren door. Alleen als kinderen van God. En niet als afstammelingen van de bonobo's die het elke dag met elk vrouwtje doen. Dat heet Sodom en Gomorra. Dat leidt alleen maar tot vernietiging en het duidelijk maken dat er mensen zijn zoals Lot, die zijn dochters wist te redden. Zijn vrouw helaas niet. Maar ja, zij keek terug. En aldoende worden wij steeds harder en steeds beter voorbereid op het allerergste. Wat nog gaat komen. Een hele nieuwe wereldorde gebeuren. Is alleen maar een ergernis van God. Dat is een onderdeel van de evolutie die wij doormaken. En wees je voorbereid op je voorzichtigheid. Niet opgeven. Heel belangrijk. Je houdt maar gewoon wegstand. Zolang jij nog in staat bent om 's morgens op te staan en even naar het toilet en dan lekker onder de douche. En in zo'n lullig autootje. Of je hebt juist een hele mooie, maar dat is misschien nog wel veel erger. Dan sta je daar met je BMW 500, huppeltje pup, in de file. Kan je nog beter in een Renault Clio zitten. Er is een evolutie gaande, maar niet zoals de familie Darwin zegt. Want wij hebben namelijk, wij zijn zo ver geëvolueerd, dat wij weten dat dat wat de familie Darwin beweerde, absolute onzin is. Dat is evolutie. En dan gaan wij zien
wie er voor ons zorgt. En als je die één keer hebt gezien, dan schijt je 7 kleuren rond. Heel erg grappig is dat niet. Je kan het formeel gaan doen middels een doop. Dat is ook heel mooi. Moet je met je hoofd onder water. Belangrijker is dat je snapt wie de baas is van deze wereld. En dat is niet Satan. Satan is de stellvertreder, de vertegenwoordiger. Maar de eigenaar van deze wereld, zo moet ik het zeggen, dat is de Heer God. En die houdt van jou. Hoe gek je dat ook maar mag vinden. Je zegt, maar, is het evolutie? Ik snap er niks van. Ja, dat is wel degelijk evolutie. En je bent omringd met vol idioten. Zo is dat. En je bent een kind van God. En jij wordt alsmaar slimmer. Kijk hoe slim ik ben. Als ik dat kan, dan kunnen jullie dat beter. Kan je daaraan voorbij gaan? En dat is de bedoeling. Ik wil dat jullie de Übermensch werden. Sollen sein. Laat mij maar die oude man zijn. Ik refereer nu aan Friedrich Nietzsche. Met zijn mooie parabel. Dat er een ravijn is met een touwbrug. Laat mij maar die oude man zijn. Die wankelend naar de overkant loopt met hoogtevrees. En ik hoor jullie eraan komen. Ik buig mij. En jullie hollen over mij heen. Als de touwbrug breekt, nou dat zal wel niet. Maar dan gaan we allemaal samen omlaag. Then we will all go down together. Ren over mij heen. Ik kom op mijn eigen tijd. Laat mij mijn hoogtevrees voor mezelf zijn. Jullie hollen door. Niet om mij geven. Don't cry for me, Argentina. Hard times are to come. En anders word ik boos. Ik ben totaal beu. Dat iedereen zo... mijn Leuvense vriend, daar ging ik mee aan het wandelen. En zijn een of andere buurman van hem, die zat te stuntelen... Met zo'n vrouw waar ik denk, oh, weet je. Nou, gewoon zo'n vrouw in zo'n lelijke auto ook nog. Ik heb ook een lelijke auto, maar ik heb gewoon een lelijke auto. Maar dat was zo'n auto en die ziet er dan uit als het een mooie auto is, maar het is gewoon een lelijke auto. En die man die schoot niet op en ik moest maar wachten. Ik vond het verder niet zo erg. Ik keek mijn ogen uit, ik was voor het eerst daar bij Leuven in de buurt. En die vriend van mij, zo mopper. Kriestor! Nee, dat zei hij niet. Hij kan geen Limburgs. Maar zoiets, zei hij. Schiet eens op. Maar bist er nou mee bezig? Sorry, ik kan geen... Ik kan dat dialect, dat Leuvens, dat kan ik niet goed doen. Dat wil ik ook niet pretenderen. En zo is het. Je moet echt opstaan. Gewoon geen genoegen nemen. Het is mooi genoeg geweest, mensen. En dat is de evolutie. Wij hebben het vermogen. Wij zijn het evenbeeld van de creator.
Dat is ook zo'n issue tussen mij en die Leuvense vriend. Dat ik dus kan zeggen van ja, Jean-Paul Sartre, die zegt precies hetzelfde als wat in de Bijbel staat. Ja, en mijn Leuvense vriend zegt dan heel terecht, ik wil met die soepzooi niks te maken hebben. Ik heb aan mijn Bijbel genoeg. Dat begrijp ik heel goed. Maar voor jullie, die je Bijbel nog niet gelezen hebben, iets om in gedachten te houden, misschien? Van goh, de Leuvense vriend van Perry, die houdt zich strikt aan de Bijbel. En Perry kan zeggen, van dat wat in de Bijbel staat, dat is logisch onderbouwd. Dat kan niet anders zo zijn. Voor mijn Leuvense vriend is de Bijbel in essentie, per definitie, tot zijn redding, zeg het maar, vanuit zijn hart, het woord van God. Ja, dat was het voor mij ook, lang geleden. Daarna leerde ik dat de logica dat net zo zegt. En dat wil niet zeggen dat de logica mooier is dan de Bijbel, want verre van dat. Ga maar eens dat ding van Gödel, die Duitse logicus, zijn onzekerheidsstelling of zo, een tweede stelling. Ik zeg helemaal niet dat het mooi is. De Bijbel is veel mooier. Weet dat de fundamenten van de Bijbel, waar het in de basis, in de grondlagen, in de basis op neerkomt, helemaal onderin, fundamenteel. Dat is logisch onderbouwd. Dat kan niet anders. En die idioten die ons een beetje de regering lopen te spelen en ons voor de gek houden met Charles Darwin. Ja, het is allemaal toevallig. Je hebt heel veel soorten nietsen. Er waren er zoveel. En dat hele rijtje nog een keer af. Dat kan helemaal niet. Afsluiten. Mijn dochter die moest naar het sekslyceum hier. Dat is bij een beek in een dal. En daar doen ze heel veel met seks. Zo'n gezamenlijk douchen en je kent het wel. En haar moeder die wilde dat graag. Ik kon daar niks aan doen. Ik zag de onweersbui al hangen. Nou, toen moest ik daar naartoe voor een gesprek, een evaluatiegesprek. Dus ik moest naar dat sekslyceum, het Beekdal Lyceum, maar ja, net zo goed seksmuseum noemen. Echt dan seksuele opvoeding. Dat opzichte, ja nee, ik vind walgelijk natuurlijk. Maar als grap, ja, mijn kind deed er niet aan mee. In die zin was het sekslyceum hier in Arnhem, het Beekdal Lyceum, nou, een mooi onderscheidende toets. Want een toets moet onderscheidend zijn. En als iedereen een 10 haalt, ja, heb je er niks aan, hè, aan zo'n toets. Hoeveel is 1 plus 0? Ja, dat weet iedereen. Nou, zeiden ze aan het sekslyceum. En ik daar maar knarse tanden mee akkoord gaan, want mijn kind had een kwalificatie voor het gymnasium.
Maar goed, het is allemaal niet zo gelopen. Als zij dan de sexy zijn. Ik moest daar langs, samen met haar moeder. Naar de biologielerares, die dan een oordeel zou vellen over de prestaties en het gedrag van mijn kind. Nou. Dat gebouw, daar hebben ze een soort puzzelstuk van gemaakt. Dus, waar is het? Ongelooflijk gek ingedeeld. Een soort bijenkorf of zo. Maar voordat je het wist, dan zei iemand tegen je: nee, dan moet je, nee, je bent fout. Je moet hier de trap omlaag en dan moet je die andere trap omhoog. Okay. Ik snap het niet hoor. Mijn oude school, dat was gewoon een rechthoekig gebouw. Heel vrolijk gebouwd, zullen we zeggen. Ja, en dan kom ik in het biologielichaar, lokaal kom ik binnen. De moeder van mijn kind, die zat er al, in de gescheiden tijden. En die vrouw, de biologieleraar, die zat daar met een hoofddoek. En toen dacht ik van, oh, nou dat scheelt. Je hebt een hoofddoek, dus je bent lid van de familie van het boek. Ik waardeer dat wel, ik vind het prima. En ik doe de deur dicht. En daardoor kijk ik dus naar rechts. Hangt daar een poster van Darwin? Zo die evolutieboom. Ja, van, nou ja, die is allemaal oersoep. En toen kreeg je planten en ook kreeg je dieren. En hele gekke, van alles werd wat. En een daarvan werd een mens. En dat ging via de bonobo. Dus vandaar dat we heel veel met elkaar neuken. Dus ik voelde gewoon het maagzuur omhoog komen. En dat kwam niet alleen van het feit dat ik de moeder van mijn kind opnieuw zag. Want die ook zo bonobo is. Hè? Ai, 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 ai. Nou, ik nog begonnen tegen die vrouw met die hoofddoek. Die iets nietszeggends te zeggen had over mijn kind. Trouwens, wat weet zij van biologie met een Darwin poster? Maar dan wel met een hoofddoek. Weet je niet dat in de Koran staat dat je geen gebruik mag maken van de wapenen van Satan? De strijders van Satan. Je mag het kwade niet gebruiken voor de goede zaak. Die vrouw was dus kennelijk ook niet zo kundig. Jammer. Je had van een Koranist wat meer verwacht. Een vrouw die het lef heeft om met een hoofddoek les te gaan geven. Van, ja, je mag toch wel wat kennis verwachten. Minimaal van je Koran. Ja, minimaal als ze... had ze gewoon moeten zeggen tegen de schoolraad van ik wil wel biologielerares zijn, maar niet met zo'n rare poster. Want dat wil ik niet leren. Maar goed, ze heeft dan ook bang voor de eigen hachie, de eigen inkomen. En dat moet een oordeel vellen over mijn kind. Ja, dat doe ik zelf dan wel. Ik heb mijn kind trouwens over evolutie. Even, dat is heel grappig. Over biologie. Nee, over biologie. Hè? Dat ik haar uitlegde van kijk, als je je tanden poetst, dan ga je eerst met ga je pulken. Van eerst de grove rotzooi weghalen. Ja, en dan neem je een tandenborstel met gewoon met water. Hè? En dan ga je een beetje. En dan als laatste, als echt alle rotzooi weg is, al die weken spullen weg zijn, dan doe je een klein beetje tandpasta. En dan ga je echt helemaal
proberen onder je tandvlees te komen. Je moet het langzaam opvoeren. Oh, zei mijn kind, dat snap ik wel. Ja, zei ik. En hetzelfde principe, dat vind je bij de vis. Zijn kieven. Want dat bloed, dat stroomt in tegen het water. Het heet het tegenstroomprincipe. Oftewel, wat Arthur Schopenhauer zei, het allerergste komt nog. Dus je gaat eerst je tanden een beetje heel rustig, zoals een stukje vlees in van de barbecue of zo, of een stukje mais. Je peuter allemaal heel voorzichtig. En in je tanden weten we al, het allerergste komt nog. Het tegenstroomprincipe. Staat in de Koran ook. In de Koran staat, ik weet niet welke soera dat is. Soera moet je denk ik zeggen. Maar wees als een zalm tegen de stroom in. Dat is biologie. Ja, hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben over Charles Darwin. En je mag begrijpen, dus dat zijn verhaal, echt, dat raakt Kant nog wel. Je kan net zo goed de sprookjes van vrouw Holle gaan lezen. Dat is ook leuk. Op het ene eiland gaat die ene vink alsmaar dood. En op het andere eiland gaat de andere vink alsmaar dood. Aan mijn neus. Er is een wil en die heeft ons geschapen. En ons heeft hij geschapen, die wil dus. Naar zijn evenbeeld. En wat wij ervan maken. Ja. Want de leuke e-hol, dat mag je gewoon zeggen, je kan God niet uitschelden. Die e-hol, die heeft ons allemaal een vrije wil gegeven. En in principe geeft hij niet om jou. En in eenzaamheid kan je lid worden van de vrijmetselarij. Van ja, dan kan ik altijd ergens slapen. Totdat het geld van die andere vrijmetselaars ook op is. Die keer. God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En hij wil weten of wij er wat van kunnen maken. En hoeveel aarders er zijn, dat is ook een interessante. Het zou heel goed kunnen zijn dat er heel veel aardes zijn. En wat dan ook nog waar zou kunnen zijn, mogelijk waar, is dat het universum draait om al die aardes, of aarden, al die werelden. Al die werelden hebben een zon en een maan en iets als Venus. Iets wat erop lijkt. En dat draait allemaal om hun. Tegelijkertijd. Kan je je dat voorstellen? Of moet je ayahuasca nemen? Dat kan. Voor ons. Wij mogen ons best voorstellen dat we maar één van de aarden zijn. En contact met andere aarden, dat zit er voorlopig niet in. Dat kan je lekker op je buik schrijven. Maar dat wil niet zeggen dat het universum niet zover, niet alleen om ons draait, maar ook om al die anderen. En hoe zien die eruit? Nou, waarschijnlijk net zoals jij en ik.
Wij zijn het succesnummer van de zesde dag. Succes. Seks. Met ons komt het wel goed. Ook al gaat deze hele soepzooi naar de klootzak. Want daar zijn ze wel behoorlijk mee bezig, maar... Aan de andere kant op het persoonlijke vlak. Ik ga heel veel met andere mensen om. Ik ken verschrikkelijk veel voornamen. Ik voel me net een schoolmeesteres. Ik heb ook al boze mensen gehad die zeiden, weet je mijn naam niet meer? Ik denk van ja, Klojo. Je bent nummer 93 of zo. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Oeh man, ik ken een Jasper, ik ken een Kasper, ik ken een Thomas, ik ken een Henk, ik ken een Peter, ik ken een Pieter, die moet je Piet noemen. Oeh, ik ken een Sander, ik ken een Mo, en die heet eigenlijk Monique. En onder die mensen merk ik wel degelijk een eelt. Vorming. Doodvleesvorming. Een soort inkapseling. En dat is goed. Dat is aan de ene kant heb je een beweging die is tegen het iPhonen in de kroeg. En er is een beweging en die is voor het iPhonen in de kroeg. Heb je these, antithese. Daar komt een synthese uit. Zonder meer. En dat wordt alleen maar beter. Dat is de evolutie van ons denken. Daar gaat het om. En stomme vinken over maden die zich aanpassen aan. Dat is ook zo'n verhaal van vlinders. Niet belangrijk. Hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. Oh, ik zit al bijna, ik heb niet eens een uur. Oh, ik kan even net de afsluiting maken. Want een uur vol over evolutie en Charles Darwin. Dat is toch echt. Dat moeten jullie kunnen hebben. Handelen, hebbelen, toch? Er is een wil en die heeft ons geschapen. Mijn dochter, dat is een goede over evolutie. Mijn dochter was 4 of 5 en ze vroeg aan mij, wie was de eerste mens? En toen zei ik tegen haar, dat ligt er maar aan. Geloof jij dat eerst de aarde er was en toen de mens? Of geloof jij dat eerst de mens er was en toen de aarde? Nou, daar kon ze even over nadenken. En om haar te helpen, zei ik, dat er een theorie is dat er eerst de aarde kwam en toen evolueerde uit de materie. Dat heb ik niet tegen haar gezegd, maar dat is de evolutietheorie. Je had eerst de aarde, zo'n anorganische soepzooi. En toen, hoi, daar was de mens. Ja. Als je dat gelooft, ja, dan heb je over... Eva of zo, of een of andere aapachtige, iets in Afrika. Aan de andere kant is er geen eerste mens, behalve de eerste mens. En wij christenen noemen dat Christus Jezus, die er was voordat hij kwam. Dat is de mens. De antropos, zoals Rudolf Steiner zou zeggen.
En de mens die werkelijk is, die was er al. Dat is de enige geboren zoon van God. The only begotten son of God. Tot nu toe. En met smart wachten we op zijn wederkomst. En de verstandigen die weten dat tijd heel langzaam tikt. Ik zou mooi af kunnen sluiten met het nummer van de Righteous Brothers. Time goes slowly, my darling, and time can mean so much alone. Heel belangrijk. We zijn maar heel erg klein. Ik hoorde een drugservaring van een vriend van mij. En die had zoiets van, nou, en die druk, die neem ik nooit meer. En dan zei ik van, nee, ik weet niet waar het over ging trouwens. Welke druk dan? Hè? Ik wist het nog niet, maar ik weet het echt niet meer. Niet belangrijk ook dan. Cocaïne of zoiets. Speed. Paddenstoelen. Hij zei, ik nam die drug en toen voelde ik mij zo ontzettend klein. Ik veranderde in een kabouter. Dat wil ik nooit meer ervaren. En toen dacht ik, waarom niet? Je bent er toch gewoon. Je stelt helemaal niks voor. Het mag hard klinken. Iedereen wil, mama, mama, ik heb een bloedende knie. Ik wil een pleister. Ja, voor zo'n moeder ga je wel betalen, hè? Je stelt helemaal niks voor. Want niks. Ja, niks is de naam van de Heer. Logisch gesproken. Degene die je niet kan wegen. En jij bent zijn voorstelling. Vandaar ook de beweging van de gnostici. Je bent allemaal een kind van God. Je bent zijn evenbeeld en meer niet. En Christus Jezus, dat was een rebel. Die ging er tegenin. Tegen de heersende macht. Misschien hebben de gnostici wel voorlopig beter gelijk. Ik ben meer van de kant van Christus Jezus. Ik ben een rebel. Ik ben een anarchist. Die gnostici vind ik eigenlijk maar een beetje pussies. Voorzichtig. En het is er ook duur bekomen. Ik vind dat je er tegenin moet gaan. Als een zalm tegen de stroom. Nou, we zitten nu 4 minuten over het uur. Dus ik ga hem afsluiten, mensen. Dit ging over evolutie. Over de onzin van Charles Darwin. En hartstikke bedankt dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En op zijn hamburgers zaak ik tjus. En dag lieverds.